Welkom bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Groningen. Geef ik nu graag het woord aan de beide trainers. We beginnen met Ernest Pater, de trainer van FC Groningen. Ja, dankjewel. Voor ons een zeer teleurstellende dag natuurlijk. Niet zozeer qua resultaat, want gaat alle fase daarvoor. Ik vond het minder goed voetballers tegen Roda. Een beetje nerveus aan de wedstrijd beginnend. Natuurlijk staat er druk op, natuurlijk moeten wij winnen en willen we graag winnen. Slordig balverlies, een paar spelers die nog uitglijden. Voordat ze de bal kregen, even het overzicht missen. Nou goed, dan zal die spanning er wel opstaan. Ja, dan hebben we moeite, zeker om de snelheid voorin te gebruiken. Uriel Antuna doet mee. Ja, met zijn snelheid afgaande van de laatste training hebben we daar veel meer gebruik van moeten maken. En als die bal dan toch diep gaat, was de tweede bal gelijk voor Sparta. Goed, moeilijke wedstrijd voor ons, waar alles in tegen zit. Doelpunten geven we weer te makkelijk weg. De eerste ook, we staan even te slapen. De tweede zal wel of geen penalty zijn. Het is gebeurd. Pleit waarschijnlijk wel voor een videoscheidsrechter. Onbegrijpelijk in mijn ogen dat het nog steeds niet elke wedstrijd is. Maar goed, dat moeten we ook accepteren. De fase waarin we nu zitten, zit alles tegen. Op laatste hadden we nog een penalty moeten krijgen. De bal wordt geschoten tegen de hand. Maar er gaat te veel aan vooraf aan verkeerd om daarin ook het club af te dwingen. Het is meer het gochme wat we nu missen in de druk waar we onder moeten voetballen. Goed, het enige wat we kunnen doen is vanaf morgen weer zorgen dat we alles compleet gaan krijgen. Waarin we vanuit een bepaalde vastigheden toch weer met de druk onder zullen moeten gaan. We hebben in ieder geval resultaat nodig om het zelfvertrouwen op te krikken en om weer omhoog te komen. En daar hebben we iedereen bij nodig. En dan gaat dit vanzelf weer jouw kant op vallen. En zullen we daarin het geluk zelf af moeten dwingen. Ja. Dankjewel Ernest. Alex? Ja, Sparta heeft naar zijn mogelijkheden gevoetbald. Wederom, dat doen we een aantal weken op rij. En nu zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we ook punten aan ons voetbal hebben gekoppeld. Het voetbal vond ik in de eerste helft beter dan in de tweede helft. Het aantal kansen dat we afdwongen, dat was redelijk. Dat had in mijn ogen nog wel wat groter kunnen zijn. Maar de bravoure waarmee met name in de eerste helft gespeeld werd, dat was een compliment meer dan waard. Dat het uiteindelijk nog zo spannend wordt, ligt hem volgens mij alleen aan het feit dat we geen grotere voorsprong hebben genomen. En dus zit je eigenlijk sta je in mijn geval. En het is best lastig hoor, staand met je billen bij elkaar. Maar het bleef spannend, bal op de paal en een bal op de lat. En een hoop tumult in de slotfase. Maar ik vond het wel een spektakel en ik denk dat de mensen dat ook vonden. En de manier waarop Veenhoven zich voor de ploeg opoffert. Dat gaf voor mij wel de belichaming weer van ja, weet je, wij spelen om te winnen. En we zijn aardig op de goede weg, maar we willen winnen en we zullen winnen. En dat was een mooi moment. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik blij ben dat Veldwijk er niets aan overgehouden heeft.